En de doelpuntenmaker in de 27e minuut is Dirkie Kuyt. Jouw favoriet, hè? Ja, ja, ja. Goedemorgen, kerel. Hey. Zo, de zin in? Ja, zeker. We zijn veel zin in. Nou, ook jouw eigen kuit, hè? Ik ben wel een beetje benieuwd hoe je als stadionspeaker eigenlijk de weg naar de microfoon toe loopt. We gaan je alles laten zien. Ga je gang, jongen. En hier zie je bijvoorbeeld alle trainers die Feyenoord in de historie heeft gehad. Van heel lang geleden tot, je ziet het hier, van die staat er ook op inkleur. Nou, Ricardo, de persruimte, nu helemaal leeg. Normaal staan er ook nog veel meer stoelen. Dan staan hier alle camera's opgesteld. Dat is soms dringend met elkaar. Neem een stoel. Ja, hij zit wel hard. Hard? Ja. Oké. Okay. Maar hij is wel mooi. Kijk. Nou, ik denk dat je dit loopje graag maakt, hè? Ja, heel graag. Kijk. Waar is je plekje hier van? Waar zit je precies? Ja, daar zit bij je pak ijs, zit ik. Nou. Dit is dan mijn plekje. Ga lekker zitten. Heb je daar ook weer de ervaring in? Een bekend stoeltje. Hier heb je wat meer overzicht. Alleen het is soms best goed opletten, want Diagonaal is best een end weg. En sommige clubs hebben wat moeilijk de nummers te zien. Dus dan wordt het een. Maar over het algemeen gaat het. Ja. En waarom ben je eigenlijk gevraagd door Feyenoord als stadionspeaker? Nou, ik kreeg als uitleg, wat Feyenoord kwam toen naar me toe, Jacques Troost. Jacques Troost kon mij natuurlijk ook als collega, als voetballer. En ik zei, ik denk maar niet dat ik als een of andere dorpsgek ga te grillen of nee. Ja. Helemaal op de manier zoals jij het doet, zoals wij jou kennen. Nou, heb ik het toch gedaan en ja, dat eerste jaar was natuurlijk onvergetelijk. Daar gaan we 18 jaar geleden terug. Seizoen 98-99. Toen werden we gelijk kampioen. En dat was natuurlijk ook een formidabel jaar. Het stond Feyenoord op die Cole Single. En ik zeg het, staat hier normaal gesproken vol met apparatuur. En jij moet eigenlijk de wissel doen. Jij zit op mijn plek nou. Nou, daar gaan we natuurlijk gebruik van maken. Hè? Tuurlijk, pak je microfoon. Pak je microfoon erbij. Pak je microfoon. Da 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 la 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 la. Nou, dat gaat dan afkomen. En dan wordt het wat, mensen staan nog een beetje na te juichen. En dan ben jij in de buurt. En de doelpuntenmaker in de 27e minuut is Dirkie Kuyt. Jouw favoriet, hè? Ja, ja, ja. Ja, er wordt gewerkt hier, jongens. Ga maar door, je mannen. Ja, joh. Hallo, we zitten in Rotterdam, hè? Weken, kom op. Hoi, hoi. De heilige mat waar niemand op mag komen, maar je kan er best even lekker aan voelen, hoor. Ja, dat voelt geweldig, hè? Een biljartlaak, hè? Ja. Ja, de oude spelers vervangen natuurlijk door die nieuwe spelerstunnel. Maar hier ook geweldige tijden meegemaakt. De wedstrijden waar het om ging, hè, dat is geweldig. Kom je hier, dan kan je elkaar hier al niet meer verstaan. Dan loop je bij elkaar, dan moet je al schreeuwen. Omdat het zo'n geweldig orkaan van de geluid is. En mensen vragen dan vaak, hoe gaat het? Ja, een soort super stereo. En dan knetterhard. En ja, dat zijn de dingen waar je het voor doet, toch? Het Feyenoord logo, hè? Ja. Mooi om bij stil te staan, hè? Ja, zeker. Yes. Nou, ik heb nog een verhaaltje gemaakt over de Kuyt. Ja. Voornamelijk ook. En daar kom jij natuurlijk ook in voor. Omdat je bent ook toch een van de club-iconen van Feyenoord. Topscorer. Je hebt 30 doelpunten gemaakt. Met heel veel plezier gedaan. Ja, ja. Wij zijn Feyenoord supporter en onze hart ligt op de tong. Niet fluiten, maar confronteren. De Rotterdamse mentaliteit dus. Niet lullen, maar poetsen. Maar wel echt met een Feyenoord hart in onze donder. De enige die wel goed kan lullen is onze stadionspeaker Peter Oudman. Onze goalgetter van de jaren 80. Nog nooit was er een speler zo vaak teruggekomen bij zo'n clubje Feyenoord. Peter Oudman die elke keer maar weer als het regent langs de kant verslag doet in het stadion. Wat een held. Vorig jaar stond hij nog als een verzopen katje op het bordes van de Cole Single. Ja. Met de KNVB-beker. Okay. Ik zeg Peter, dit jaar doen we dit over met een zonnetje en een schaal. Nou ja, ik ben al heel blij met dat laatste. En dat zonnetje is alleen maar extra welkom. Kijk, ja, geweldig. Gaan we afspreken.
Ik hoop het je. Ik help het je mee ook, laat ik het zo zeggen. Ik wil je daar wel zien op. Moet goed komen nou.